superleuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe thuisquiz. Vandaag stel ik jou vragen over vier hele knappe en leuke jongens die naast dansen ook nog eens kunnen zingen. Ik heb het natuurlijk over Big Time Rush. Let trouwens wel op, want in deze quiz zit een verrassing verstopt. Verzamel alle letters van je juiste antwoorden, want die vormen samen op het eind een geheim woord. Oké, zijn jullie er klaar voor? We beginnen makkelijk met de allereerste vraag. Vraag 1. Wat is de naam van het zusje van Kendall? Is dat Katie, Missy of Jodie? Eens even kijken naar het juiste antwoord. Je zingt de hele tijd. In de auto, aan tafel. Je zingt voor me als ik niet kan slapen. Nee, echt niet. Doe je wel, schatje. Als je het pad sneeuwvrij maakt. Zelfs net toen je de deur opendeed. Maar dat is geen zingen. Dat is het wel, schatje. En hij zingt altijd mee met de jaren 90 zender. Katie! Ja, haar naam is dus Katie. Nou, zoals de meeste broers en zussen kunnen de twee nogal wegvechten. Maar uiteindelijk hebben ze alles voor elkaar over. Prijzenkast. Wist je dat Big Time Rush een behoorlijk volle prijzenkast heeft? Ja, de vier jongens hebben maar liefst 9 awards gewonnen. Waaronder, misschien nog wel het belangrijkst, 3 Kids' Choice Awards. Hoe vet is dat? Vraag 2. Wat heeft Carlos altijd op zijn hoofd? Is dat een pet, een hoed of een helm? Laten we eens even kijken naar het juiste antwoord. Ik wil niet dat ze gaan huilen. Ik ook niet. Ja, het antwoord is dus een helm. In bijna iedere aflevering draagt Carlos wel een helm. Ja, hij is namelijk nogal wat klunzig, dus dan is zo'n helm best wel handig. Bespaart hem heel wat hoofdpijn. Hoeveel miljoen? Hoeveel views denk jij dat Big Time Rush heeft op YouTube? Nou, doen we zo'n gok, wat denk je? Nou, je zit er vast hartstikke naast, want het antwoord is 744 miljoen. 744 miljoen, dat is echt superveel. Hun meest bekeken video is die van het liedje Worldwide. Die heeft namelijk 140 miljoen views. Nou ja, je kan dus wel zeggen dat dat nummer de grootste hit is van Big Time Rush. Ken jij hem? Zing maar eens mee. Vraag 3. De jongens van Big Time Rush hebben samen met nog een andere Nickelodeon-ster een kerstnummer gemaakt. Welke ster is dit? Is dat Victoria Justice, Miranda Cosgrove of Kira Katherine? We gaan eens even kijken naar het juiste antwoord. Het juiste antwoord is dus Miranda Cosgrove. Samen met deze iCarly-ster heeft Big Time Rush de superhit All I Want for Christmas gecoverd. Nou ja, goed, het is nog een beetje te vroeg voor kerstmuziek. Maar ja, het blijft wel een lekker nummertje. All I want for Christmas is you. Tournee! Wist je dat de jongens van Big Time Rush echt super veel getoerd hebben? Ja, ze maken dus niet alleen in de serie muziek, maar ook in het echt. In totaal hebben ze wel bijna 200 concerten gegeven. Wow! De meeste daarvan die waren in Noord- en Zuid-Amerika. Maar ze zijn ook langs geweest in Engeland en Duitsland. En het schijnt dus dat ze een nieuwe tour gaan starten. Nou, als dat zo is, dan ben ik erbij. Vraag 4. Hoe heet de aartsrivaal van manager Gustavo? Is dat Bird, Duck of Hawk? En het juiste antwoord is
En wat heb je ontdekt? Ze hebben een eerste concert over 2 weken. Gustavo traint ze en Rock Records heeft een betere koffiemachine dan wij. Geen zorgen. Gustavo gaat op zijn bek. En als hij dat doet, springt Hawk als een haven boven op zijn prooi. Hawk! Hawk! Het juiste antwoord is dus Hawk. Hawk en Gustavo zijn allebei producers met echt heel veel ervaring. En ja, die willen natuurlijk de allerbeste artiesten managen. De twee hebben dus een onderlinge strijd die echt al jaren duurt. 35 uur? Wist je dat er wel 74 afleveringen zijn van Big Time Rush? Dat betekent dus dat je wel 35 uur kan genieten van je favoriete boyband. En dan kan je ook nog eens muziek luisteren en is er ook een Big Time film. Nou, genoeg om te bingen dus. En goed nieuws, want de Big Time Rush afleveringen die vind je terug in de Nickelodeon Play-app. Vraag 5. Met welke bekende zangeres heeft Big Time Rush een nummer gemaakt? Is dat met Jordyn Sparks, met Britney Spears of met Ariana Grande? En het juiste antwoord is... Jordyn Sparks. In het eerste seizoen komt zij langs in Palmwoods om een single op te nemen in de studio van Gustavo. Ja, natuurlijk komen de jongens ook met haar in contact en samen nemen ze een liedje op genaamd Count On You. Big Time Reunie. Komt er na 10 jaar toch nog een reunie van Big Time Rush? Ja, er gaan geruchten, maar er zijn nog geen plannen helaas. Of toch wel? Vorig jaar met kerst kwamen Kendall en Carlos namelijk samen in Hawaii, de woonplaats van Carlos, om samen een oud liedje nog een keertje op te nemen. Kijk maar eens mee. We can make a beautiful Christmas. We can make the world shine bright. As long as friends and family are with us, every star will shine tonight. Nou, mocht die reunie er nou toch komen, dan hoor je dat natuurlijk als eerste hier bij Nickelodeon. Dus hou dit kanaal goed in de gaten. En weet je hoe je dat nou het beste kan doen? Ja, heel simpel, door gewoon even te abonneren. Het kost helemaal niks. Vraag 6. Ja, de laatste vraag alweer. En dit is een pittige voor de echte kenners. Oké, komt-ie. Ik ben benieuwd of je dit weet. Uit welke Amerikaanse staat komen de jongens van Big Time Rush? Komen ze uit Kansas, Minnesota of Pennsylvania? Laten we snel gaan kijken naar het juiste antwoord. Dus jij wilt de popster zijn? Wat? Dan is vandaag je kans als je tenminste woont in Minnesota. Zorg dat je erbij bent. Ik woon in Minnesota. Het goede antwoord is dus Minnesota. In de eerste aflevering zien we dat Gustavo in het koude Minnesota open audities houdt om de nieuwste popster te vinden. Nou, de 4 jongens die doen hier aan mee en zo worden ze samen Big Time Rush. Ja, dat was allemaal weer de quiz van deze week. Hoeveel vragen had jij goed en heb je het geheime woord kunnen vinden? Ik ben heel erg benieuwd, dus laat het me vooral even weten via Instagram. Zet hier ook even het belletje aan, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel weer in een nieuwe video. Tot volgende week!